Welkom bij Blender Nederland. Mijn naam is JP en dit is de laatste les van de kersteditie 2022, waarin ik je laat zien hoe je deze bomen nou op twee verschillende manieren zou kunnen gebruiken voor een render. De eerste is een simpele achtergrond maar we gaan speciale effecten aan toevoegen. En de tweede is een kerstkaartje, waarin ik je laat zien hoe je die speciale effecten, nou los van elkaar op bepaalde objecten kan doen zonder de andere objecten te beïnvloeden. En hou in gedachten dat je deze technieken met andere Scènes, andere objecten ook zou kunnen gebruiken. Het alles wat we gaan doen, we gaan naar het vooraan zich met numpad 1. Dan voegen we met Shift A ah, hier een cameraatje toe, Ctrl Alt numpad 0, zodat het cameraatje op de boom kijkt. En dan doen we op G drukken. Dan zet ik hem ongeveer hier neer. Ik vind hem iets te per ingezoomd, dus druk ik op G, dubbel Z, muisje naar achteren. En dan klik ik met mijn linkermuisknop om te bevestigen dat ik daar tevreden mee ben. Klein beetje verzetten en dan is dat goed. Nu moeten we even ondergrond-achtergrond doen. Dus Shift-A, plane, R-mode, S-verschaal. G, X. Ik zit met mijn muis buiten, Blender. G, X. Zo. Dat puntje. Shift. Dat puntje. Even extrude. Weer neerzetten en voordat we eruit gaan, moeten we twee loopjes toevoegen, want anders staat de kerstboom door de grond. heen Straks, dus Ctrl R, verder zijlijn, wil naar voren voor meerdere lijntjes. We willen er twee hebben. Bevestig je het aantal, bevestig je de positie, dus twee keer op je linker muisknop drukken. Gaan we uit Edit Mode en dan in plaats van dat we telkens naar dit tapje gaan, en dan Add Modifier en dan Subdivision, kunnen we ook iets anders doen, namelijk Ctrl 2. Voila. We hoeven alleen nog maar shades Smooth te doen en dan is je gelijk al prima. Nu geven we de, de, de achtergrond nog even een kleurtje, dus balletje, nieuw, zwart. En dan doen we die helemaal omhoog zetten zodat die uit is. En dan hebben we eigenlijk de basis gemaakt. Nu moeten we alleen nog even belichting hebben en reflectie voor op onze ballen, want ik vind reflectie op mijn ballen wel mooi. Dus dan gaan we even naar een websiteje toe, dat is Pollyhaven. Als je nou op Polyhaven komt, dan is dit waarschijnlijk wat je kan zien. Dan gaan we naar HDRI, browse, indoor. En dan moet je zoeken naar Christmas Photo Studio 01. Als je hem nou niet kan vinden, kun je hier intypen. En dan als je hier komt, dan zou je waarschijnlijk dit zien. Dus dan moet je EXR even op HDR zetten. 8K op 2K, want het is veel te veel anders. Stel nou in de verre toekomst dat je nou ja, niet meer weet hoe deze site heet. Je wil gewoon wat dingen ervan hebben. Meld je aan op mijn Discord. Want op mijn Discord heb ik een hele hoop dingen. Zoals hier de website, altijd. Blender downloaden en start hier ook Polyhaven. Over tijd zullen de meer links worden toegevoegd. Er is ook Blender nieuws, er is een routekaart met wat er allemaal voor de toekomst gaat komen. Mijn kanaal, de upload, screenshots, kun je doen, suggesties, chatten, hulp en weet ik veel wat allemaal. Hartstikke leuk. Nadat je hem hebt gedownload, in een mapje hebt gezet, ga je naar het wereldbolletje. Doe je op het gele stipje Environment, open. Dan bij je mapje pak je de juiste open image. Dan ga je naar render preview. En dan heb je nu licht en reflectie op je ballen. Nou, heel mooi. Ik vind het iets te donker. Dus ik verander 1.0 naar 2.5. Wat meer licht. En nu gaan we wat render instellingen klaarzetten. Ik zet hem nu gewoon even hierop. Dus zorg dat end op 1 staat. Bij het printertje ga je zorgen dat je de juiste mapje hebt. Dan bij het tv'tje, doe ik dit even dicht. Doe je bij samples staat er hier render. Zet je deze op 512 of wat jij wil. Normaal gesproken gebruik ik 128, maar zodra een scène donkerder wordt en zodra er meer reflectie komt, moet het gewoon wat meer samples hebben om er wat beter uit te zien. Dus vandaar dat ik 512 heb gedaan en dan zet je denoise aan. Dan bij Lightpad zet je 12 op 4, want 12 keer de licht bouncen is gewoon heel erg veel. En wat je dan doet is je gaat gewoon hier naartoe en dan druk je op render animatie. Nu is het wel zo wanneer we de speciale effecten toevoegen. Achteraf wordt het niet automatisch toegevoegd aan het plaatje die je op dit moment rendert. Het is zo wanneer we de speciale effecten toevoegen, gaan we het plaatje bij image. We opnieuw opslaan zodat je dan ja, uiteindelijk twee plaatjes hebt. Eentje met effecten en eentje zonder effecten. Dan kun je vergelijken ja, hoe dat er nou uitziet. En als je plaatje dan klaar is, wil ik eerst even zeggen: ik zag namelijk in de laatste les aan het einde dat er hier wat naalden door de bal heen steken. Ik ga je laten zien hoe je dat kan oplossen, maar ik ga je straks laten zien wanneer we onze kerstkaartje gaan maken, want we krijgen een close-up. Op deze kant. En er zijn ook wat dingen die veranderd moeten worden. En ik wil het niet dubbel laten zien. Het is heel onnodig. Je kan dezelfde werkwijze toepassen aan andere ballen. Wanneer je deze hebt gerenderd. Doe je hem gewoon eventjes naar beneden. Dan gaan we een nieuwe tapje gebruiken. Namelijk hier bij compositing. En als je die aandrukt zie je helemaal niks. Ik doe deze even opzij. En deze ook even opzij. Want die gaan we ook niet gebruiken. Dus dat kan trouwens. Ja, dat kan. Heel goed. En dan doen we hier even op Use Notes. En dan is. Even een leeg veldje. Dit is je render. Dus je scène. Dit is wat je eigenlijk hier ziet. En um, ja, we kunnen. Het liefst zouden we hier moeten werken. Maar we zien helemaal niks. Om nou wat te kunnen zien, doe je Shift A. En dan typ je in View. En dan staat er Viewware. Als je die hier neerzet, zie je dat het zwart wordt. Dat komt omdat dit zwart is. Als we deze nou hierin steken, zie je je render. Nu zie je dat dit hier zwart wordt. Wat dus betekent dat deze hier nu ook zwart is. Daarom heb ik het raampje even laten staan. Goed, hoe doen we nou iets toevoegen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik zal je een paar kleine dingetjes laten zien. En dan de rest laat ik je zien bij het kerstkaartje. Je doet Shift A en dan doe je Search en dan doe je Glare. Als je Glare pakt, die doet het hierin. Dan denk ik: Wow. Eh, het ding is wel, dan ga ik je heel eerlijk in zijn. Ik weet hoe je moet inzoomen. Dat doe je met V van Vis, of in dit geval is het uitzoomen. V van Vis is uitzoomen. Alt V van Vis is inzoomen. Ik heb geen flauw idee. Zelfs volgens mij met Shift middels een muisnop. Ja, ik weet niet hoe ik moet inzoomen. Voor de rest werken bepaalde toetsen wel. Uh, ja, met dit, maar ik weet niet hoe je dat plaatje, gewoon 100% eerlijkheid, maar deze afstand is goed genoeg. Um, wat we nu gaan doen is, ten eerste uh, start de strix op medium, dat is de kwaliteit. Ik wil geen strix gebruiken, Bovenaan dit mapje heb je ook ghost. Dus dan zie je dat je hele gekke dingen kan toevoegen. Fogglow. glow, dan, dan gloeit het allemaal op en, en dan heb je ook simpel stars. Simple Stars lijkt een beetje op striks. Klein beetje. De striks is echt een, een plusje. En star is eigenlijk het plusje, maar dan gedraaid in een xje. En dat heb ik ook een paar andere opties. Nu is het wel heel erg veel. En we gaan medium even op high zetten. Waarom doen we dat nou? Dan wordt hij iets strakker, iets, iets mooier. Zet je nou op low. Dan wordt het echt ongelooflijk. Ja. Uh, eigenlijk is het ook een beetje de resolutie. Nu zie je dat het heel erg gekartelde randjes zijn. Uh, er zijn misschien ooit een, een reden waarom je dat wil gebruiken, maar in dit geval high. Dan is het een beetje erg veel. En wat we hier kunnen doen is de mix omlaag zetten. Zet je de mix op min 1, is het eigenlijk uit. En dan doe je die omhoog zetten. En dan zie je dat er langzaam wat meer uh, bij komt. Nu is het zo dat je natuurlijk niet. Te veel wil doen, want het moet wel leuk blijven. En dan heb je ook rotatie. En als je die uitzet, dan wordt het in feite een plusje. Nu is het leuke als we die nou pakken en we doen shift D en die zetten we hier op. Dan wordt het ten eerste dubbel. Maar als we er eentje de rotatie naar nou uitzetten, krijg je hele mooie eh, sterretjes. Het kan alsnog zijn dat je het misschien een beetje ja, te veel vindt. Dat kan. Je kan bijvoorbeeld ook bij eentje gewoon echt laag zetten, zodat je niet echt te veel effect hebt. En dan heb je ook een fade. Als je fade allemaal omlaag doet, en die ook omlaag zie je dat het effect ook wat minder wordt. Uh, threshold. Uh, misschien kan ik het beter even met 1 laten zien in plaats van 2. Dan is het misschien wat duidelijker. Stel dat je fade op 100% zet. Dan gebeurt dat. En nu uh, fade op 0. Dan zie je dat het wat minder wordt. En zoals het met threshold ook zo. Doe je die omlaag. Dan wordt het heel erg uh, ja, witjes. Doe je die omhoog. Een keer superhoog zetten. wordt die weer wat minder. geloof ik zat die op dit. Dus dan. Gaan we het zo doen. 2.5. Het een beetje reguleren. Nu is het wel zo dat we echt ontzettend veel effect hierop hebben. Dus ja, het is een beetje moeilijk te reguleren. en Daarom zijn er dus manieren om bepaalde objecten beter op een andere scène te plakken. Zodat we die apart een effect kunnen geven zonder de rest te kunnen beïnvloeden. Nu is het bij een kerstboom misschien een klein beetje moeilijk. Omdat ja, het zit achter de takjes, het zit achter de slingers. Dus als we die objecten. Uh, Kopiëren en dan in een andere uh, scène doen. Dan zullen sommige dingen over een ander object zitten. Soms zijn dingen mogelijk, soms niet. Uh, nu heb ik hier een klein voorbeeldje. Ik moest een uh, futuristische tankstation maken. En ja, ik wou ook met effecten rommelen. En als ik deze dan even opzij doe. Op een gegeven moment heb ik hier wat, uh, ik wat gloei toegevoegd. Op een gegeven moment wat mist en, en wat stralen. en ja, sommige dingen wou ik een andere ding niet beïnvloeden, dus ik moest echt met lagen gaan werken. Op een gegeven moment wat minder en dan weer wat meer. Ik wou wel uh, glow hier hebben, maar geen glow hier. Oftewel, die zonnestralen wil ik wel van het licht af hebben die ik hier had staan, maar ik wil die zonnestralen natuurlijk niet van deze licht af hebben. En dan moet je op een gegeven moment moet je met lagen werken. Hier zie je bijvoorbeeld dat ik een beetje uh, een ster effect heb of een streak effect. Die heb ik hier weer niet. Dus ja, op een gegeven moment moet je met, met bepaalde lagen gaan werken. En dit is heel veel. Dus ik kan het beter gewoon zo minimaal mogelijk houden. Helemaal goed. Eh, ik doe hem nog hier toevoegen. En dan uh, doe ik uh, rotatie uitzetten. Zodat we mooie sterretjes krijgen. En dan laat ik het even hierbij. En wat we nu gaan doen is zorgen dat we het plaatje kunnen opslaan. En nu is het zo dat ik moi niet hier echt gezien heb bovenin. Heel eerlijk. Dat ik niet echt. Uh, dat er iets staat van: hé, hey, je kan het opslaan. Maar wat we wel kunnen doen, heel simpel: we doen hem gewoon hierin duwen. En dan kunnen we teruggaan naar de render uh, raampje. En dan zie je dat er effecten toegevoegd zijn. En vanuit hier weet ik wel dat je save as kunt doen. Vandaar dat je dit raampje niet meteen weg wil klikken, maar gewoon even uh, verborgen wil houden. Nu dat aan de kant is, doe ik hem heel even overnieuw hier insteken. Want we gaan een andere soort scène maken waarbij we gewoon meer controle hebben over wat we doen. En misschien gebruiken we die kleiner later nog wel. Ik laat deze hier even staan. Dus dan gaan we terug naar layout. En het eerste wat ik ga doen is de achtergrond simpel verwijderen. Dan selecteer ik deze camera. Dan ga ik gewoon even in 3D-modus met. Uh, door middel van mijn muis nog ingedrukt te houden. En zoek ik een mooie hoekje uit. Ik wil de boom aan de rechterkant van de camera hebben. En ik gebruik voor nu deze even als middenpunt. Maar ik ga deze bal later weghalen. En waarom? Omdat deze bal een lage resolutie sneeuw-icoontje heeft. En dan uh, doe ik gewoon even een nieuwe importeren van het andere faaltje. En dan zonder de resolutie te verlagen. Wat wil ik? Nou, wat ik wil is heel graag uh, een beetje een mix van allerlei dingen in beeld hebben. Op zijn minst. En, en ik moet nog iets draaien. Zo, nog iets te draaien. Ja, komt al. Er zit hier best wel wat groen, maar ik ga het voor nu even negeren. Het kan bijna zijn dat het er heel anders uitziet, omdat je een, een bepaalde waarde van een boom net of iets anders hebt gezet. Ik vind het wel prima zo. Ik wil dit boom niet verder hebben dan. Hij staat ongeveer op 1/4. Als je dit in 4 zou verdelen, ongeveer. Een paar lichtjes hebben, een paar sterretjes. Maar zoiets is prima. Eh, we gaan de, de, de slinger nog even over het dak heen hangen. Dus dat, dat zorgt ook weer dat er iets zit. En je kan altijd, als je wil, nog een object kopiëren en dat um, hier ergens tussen plakken. Het allereerste wat we wel even gaan doen is, we zitten nu toch op kleurenmodus, we gaan even Scene World aandrukken. En dan krijgen we onze achtergrond. We gaan eerst de achtergrond even goed zetten, want uiteindelijk, gordijnen op onze plaatjes zijn dan niet zo heel bijzonder. Dus wat we gaan doen is, we gaan even Node Wrangler aanzetten. Dus ga je naar Edit, Preferences, voor het geval dat ik er nog niet aan heb staan. Add-ons, N-O-D-E en dan selecteer je Node Wrangler. Want het gaat ons wat tijd schelen. We klikken op het tijdlijntje, shade editor. Het kan zijn dat bij jou uh, het op object staat. Zet hem even op world. En dan hebben we hier ons uh, achtergrondplaatje. Dan selecteer je deze en dan doe je Ctrl-T. En dan voegt hij de rest automatisch toe. Dan willen we naar de rotatie gaan en we gaan schalen of roteren op de z-as. Dus dan kunnen we dit krijgen, Ik keer zelf kiezen. Misschien vind je uh, dat wel leuk, of een paar boeken. Ik ga voor deze open haard. Ik vind hem eigenlijk bijna al prima. Ik wil hem nog even iets omhoog zetten. Uh, even kijken hoe je dat moet doen, want... ...we hebben geen uh, genie. Ik zet hem inderdaad even eentje naar voren, zodat hij lekker er in beeld staat. Deze zet hem opzij. Hmm, dat betekent dat er nog eentje over is. Dat is deze. Ik vind hem hier te hoog. Ik vind hem hier te laag. Dus dan wordt het punt Nee, dat is niet goed. Ik weet al wat ik fout. Ik moet nog een 0 en dan een 5. Ja, nu zie je een klein tikje omhoog. Ja, ik vind dit ongeveer wel prima. Je kan duidelijk zien dat het kerstdecoratie is. Nu moeten we even een, een focuspuntje hebben. Maar we willen eerst even deze bal vervangen voor een uh, hoge resolutie um, dingetje erop. En we willen de andere ballen even omlaag zetten. Dus laat eerst de ballen doen. Uh, in edit mode, als je op een bal hebt gedrukt, doe je even Alt A, deze dus selecteren. Doe deze wat omlaag. Dan ga je weer uit edit mode controleren hoeft niet 100% want we gaan dingen blurren dus dan zal je waarschijnlijk sommige details toch niet zien wow. ja 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 dat voor mijn gevoel ziet dit er toch gek uit doe ik doe het lekker helemaal hier kijken dan staat die ster ook weer wat lager je ziet het niet echt uh, deze pal die gaat toch weg de slinger gaan we op een gegeven moment goed doen en even een paar verwijderen. Maar we gaan het pas doen omdat we blur hebben toegevoegd. Want sommige dingen zie je toch niet meer. Dus al A. Dan we pakken we het puntje van de bal die we eigenlijk wouden hebben en die verwijderen we gewoon. En dan gaan we even naar het de systeem. En noemen we deze even eentje verminderen. En dan zie je ook dat ballen gelijk weer wat veranderen. Dat is eigenlijk alleen maar mooi. Denk zij je iets had wat je niet wou, dan zou je hem kunnen laten staan, maar houd er rekening mee. Blender doet dingen willekeurig neerzetten, dus één puntje heeft twee ballen. Maar omdat we ook sterren gebruiken, dan zou het kunnen zijn dat je een bal en een ster in elkaar hebt. En dan steekt misschien de ster uit de bal, dan is het ook niet mooi. Dan zou je net massa moeten hebben. In dat geval zou je ook op Seed kunnen drukken. Als je Seed doet, dan zal die dingen uh, willekeurig neerzetten. Lijkt het erop? Ik zie geen ballen veranderen eigenlijk. Ze, ze blijven allemaal wel hetzelfde. Nee, je moet gewoon masker hebben. Ik laat hem lekker op nul staan. En wat ik ook even ga doen. Is: ik ga even naar de, de rotatie. En dan ga ik even kijken wat ik hier aan kan doen. Ja, 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 ja. Ik, ik zie die sterren iets meer lekker erin beeld komen. Ik hou ervan als een ster lekker in beeld staat. Dan zoiets. En dan zit het kankje hier wat beter. Die twee staan hetzelfde, maar we moeten nog een bal hier ophangen. Dus dan. Ik ben er echt wat van. Oké, okay. hebben we dat gedaan? Nu gaan we uh, Blender hebt hier uh, in Windows. Dat, ja, dan krijg je dit. Die andere meisje die Blender nog even een keertje openen. Ga je naar je kerstbal, je druk op je kerstbal, shift en ook dat icoontje, want die zitten los van elkaar. je ctrl-c, ga je terug naar je andere, ctrl-v en dan holy moly staat die in beeld. Dit is trouwens ook de reden waarom je eigenlijk met schaal wil werken, want doe je dat niet dan krijg je een kerstbal die uh, 1 bij 1 meter is. Goed. Uh, die doen we even wat kleiner maken, wat is wat kleiner. Well, je wil van de vooraanzicht even die bal ongeveer hierin zetten. En dan doe je gewoon. Ja, de bal hebben het alsnog een beetje. Ik zou eerder verwachten dat die achterste bal kleiner is dan de voorste bal. Ik weet niet, misschien ligt dat aan mij, maar meestal is het verder weg kleiner en dichterbij groter. Uh, de, ik doe gewoon de schaal van, van die achterste pal. Ja, dat is prima. Uh, nu moet ik alleen even checken. Uh, ik ga even in de cameramodus. Dat zit er bijna goed. Oh. Uh, ja, ik moet nog een kwart groter, Zodat uh, ja, niet allebei vergroot zijn. Op een of andere manier. Uh, wat ik hier wil doen. Ik geloof dat. Het takje was. Kan dat kloppen? Ja, dat kan best wel eens kloppen. Denk ik. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus je moet het juiste takje even zien te vinden. In mijn geval is dat deze, dus ik doe hem grofweg hierin. En dan check ik het even. Ja, dat is dit takje. Heel mooi. En nu moet ik hem even een uh, ja, positie geven. Nu is het wel zo dat. Ik zal je wat laten zien. Eh, omdat we uh, een, deze bal gebruiken. Waarbij die sneeuw icoontje los zit, kunnen we hem eigenlijk gewoon 100% goed halen. Wat ik ermee bedoel is als we hem zo draaien dat het gaatje, ja, dat die tak door het ringetje heen steekt, kunnen we achteraf, kunnen we die sneeuw icoontje recht op de camera zetten, zoiets. Het kan bij andere ballen niet. Zo, deze doen we gewoon even lekker zo. Ja, nu zit het een snel icoontje in de zijkant. Druk op snel icoontje, doe je R voor roteren en dan Z. En dan kijk je die gewoon lekker recht op de camera. Gaat hij nou iets te grof, dan hou je Shift ingedrukt, dan gaat hij heel langzaam. Maar, de reden waarom sommige dingen te snel gaan, andere dingen te langzaam, is volgens mij omdat je. Ja, je muis zit te dicht op het middenpuntje. Want als ik mijn muis hier aan doe, doe R, dan gaat hij heel zacht. Dus dan daar ligt het aan. Zo oh, zo richting de camera en nu zou ik kunnen zeggen van ja we hebben een focuspunt. Uh, ik heb deze namelijk al eerder gerecord ik zal even laten zien hoe ik mij bedoel. Ik druk op camera dan heb je als ik deze verdicht doe. Heb je hier een tapje camera dan moet je even op depth field uh, selecteren. Dan ja dan kun je hier bij f stop als je die minder doet krijg je heel veel blur. Doe je die meer dan ja verdwijnt het. Nu is het zo, het heeft geen punt waar het zich op focust. En dan willen we dat het focust op deze bal en ook de achtergrond gewoon lekker wat kleur geeft. Nu is het zo dat als ik deze snel icoontje even aandruk, en dat is een trucje die ik eigenlijk altijd doe: ik verander, of althans, ik zet altijd even een hoofdletter A en dan een spatje of een streepje in de naam. Waarom doe ik dat nou? Als ik naar de camera ga en de camera tapje. En ik open gewoon het lijstje. Staat hij gewoon bovenaan. Hoef je niet helemaal te zoeken. Welke is het nou? Of als je deze gebruikt en je misklikt, dan selecteert hij de bal. Gewoon even de naam veranderen. En nu geloof ik als ik focus hoog genoeg zet. Ja. Nu bij punt 8 doet hij ook dat uh, ja, icoontje blurren. Dat heeft geloof ik te maken met dat de focus zal zich uh, focussen op het middenpuntje van een object. En aangezien die in de bal zit gaat dat gewoon niet werken. Dus we moeten in dit geval wat anders doen. Ik wil gewoon dat je dat even ja, weet waarom. We pakken er gewoon een empty bij. En van voor het vooranzicht doen we die gewoon even grof weg op onze bal zetten. En dan met het oranje puntje in het midden. Ga je naar de camera toe. En... Uh, doe je op G en dan Griekse I. En dan zet je, zet je hem zo neer dat hij er net uitsteekt. Dus dan zit dat puntje precies bij dat uh, dingetje. Bij het icoontje wil ik zeggen, maar ik heb een beetje veel lucht in mijn keel zitten. Nu, als ik de camera aandruk. En dan moet ik natuurlijk eigenlijk die empty ook even. Dus ja, dan moet ik wel maar gaan zoeken. Ik kom ook gewoon A en dan zo. Dan camera. Camera tapje. Ah, empty. Als ik nu dit doe, dan zie je dat hij meteen gewoon goed zet. Omdat het middenpuntje ook gewoon hier zit en niet ergens in Tokio. En dan kunnen we nu eigenlijk gaan bepalen wat we willen. Maar je ziet ook een hoop rommel in beeld van al die streepjes. Dat kun je uitzetten door hierop te drukken. En dan kunnen we zeggen: van ja, wat vinden we nou mooi, wat niet. Dit is helemaal gek, maar ja. Wat jij wil, toch? Uh, wat ik zelf wel belangrijk vond, is dat ik hem niet zo hoog zet dat je op een gegeven moment helemaal geen naald meer ziet. Dus ja, maar uh, ik wil hem wel hoog genoeg zetten dat het rest geblurd wordt. Uh, ondanks dat het lage resolutie is, zie je niet echt dat het rommelig is. Waarom, waarom, waarom. Uh... Ja, ja, ja. Uh, uh. Ja, want je wil ook niet de achterkant, uh, achtergrond zo ver gebleurd hebben dat je ook niet ziet dat het kerstdecoratie is. Nu zie je het nog een beetje. Hè? Groen, ballen, goud, zilver. Uh, ik vind dit voor mezelf wel prima. Deze lichten zijn ook niet te. Dus in dit geval kunnen we nu gaan kijken van wat moeten we nou nog goed zetten. Nou, sowieso moeten we gewoon de slinger goed zetten. Want ja, ondanks dat we niet zien wat er gebeurt. Ik wil hem gewoon in beeld hebben dat het hier een beetje de groene gedeelte een uh, beetje verbergd, dus ik zet ook dit weer even aan. Heel belangrijk. En dan doen we even deco openen Dan doen we even draad deco selecteren in edit mode. Al a om alles te selecteren. Ik weet dat het takje hier zit. Ik zie hier een puntje en daar zie je het nou niet goed. Kun je hem denk ik ook beter even op object mode zetten en dan doe je x even uit en nu is het echt prachtig. Dan kun je zien, het takje zit hier. Ik heb hier twee puntjes. En dan wat je wil doen, je wil ook deze effect weer aanzetten, zodat je een, een mooi golf effect krijgt wanneer je hem omhoog zet. Muisruuwtje even naar voren. Voor het geval dat hij te groot is. want je wil niet te veel doen. Dit is prima. In mijn geval. Ik ga hem even hierin in zetten. Dan pak ik die. Doe ik hem even op Dan zet ik hem uit. En dan pak ik dit puntje. En die zet ik dan hier. Gewoon zoiets. En dan die takjes. Uh, deze dingen doe ik gewoon even grof weg, Even neerzetten. Want hier gaat het. Ja, van het tak af. Gaat die hangen. Realistisch. Alleen ja, je ziet het niet in beeld. Ik zal het je La laten zien. Maar nu heb je wel. Hè, het zit een beetje meer in beeld. Je hebt het groen wat opgevuld. Ja, je ziet hier nog niks. Je kan ook nog een keer ergens een ster uh, van baan plukken. Uh, er is ook trouwens een ander dingetje. Je ziet in profielmodus niet uh, alles van de reflectie. Maar helemaal doel. pas als je hem op random modus zet, zie je de boom pas in de reflectie. Maar je ziet ook dat onze zwevende kerstballen in beeld staan, want die staan natuurlijk hieronder. Die worden ook gereflecteerd, dus je kan die ook even pakken En een dan... hartstikke idee. Dan kun je voor de ster pakken. Doe je shift D. En dan zet je hem ook even in een ander mapje, bijvoorbeeld boom. Even een hartje. Je wil nieuwe objecten niet in de map ballen hebben, want dan komt die allemaal in de boom te hangen. Tenzij je dat leuk vindt. Even zo, en dan even zo, so, en dan so, zo, en zo. So. Wauw, misschien dat of dat of dat ding allemaal. Ja, ja, ja. keer het handmatig even een beetje draaien, zoiets en zoiets en dan. Nou, heb je hier een beetje opgevuld. Terwijl we hebben het gewoon lekker grof weg eraan. En ja, toch opgevuld. Goed, uh, dat is zover dat. Naden, dat is iets wat ik al een paar keer uh, gezegd heb, en we willen de naden even selecteren. Oh ja, dat komt omdat dit ding uitstaat. Gebeurt er niks, moet je dit even, even controleren. En als ik even deze selecteer, je ziet hier niet dat er een andere erin zitten. Je ziet het hier ook niet, maar het zal waarschijnlijk wel zo zijn. En voor de rest zie je het eigenlijk ook niet. Alleen bij deze, dus dit scheelt een hoop tijd. Selecteer het even. En dan doe je gewoon twee puntjes. Met shift. En dan je gewoon even omhoog zetten: twee puntjes. Hoog zet. Ik mag even geen boxje, want daar ja, zijn meerdere naalden in, de, in het veldje. Je kan ook trouwens uh, geen Grieks ei doen. Dan zet je hem gewoon naar achteren of naar hoog, wat jij wil. En dan ben je eigenlijk al klaar. Ik bedoel, als ik geen blur had toegevoegd, dan had ik echt een hele hoop onzinnige dingen gedaan. Nu is het zo bij deze, dat laat ik je dan ook even met alle eerlijkheid zien. Dat is deze, dat het een beetje erg veel is. En sowieso zit het takje er ook nog eens erin. Uh, dan moet je het takje selecteren. Al de A. Dat is een rommel. Ik ga wel even hier naartoe. Nog steeds een rommel. Kijk, ik weet welk het is. Stel dat je het nou niet ziet. Ik doe de naalden even verbergen. Goed. Nou, je kan zelf uitpluizen dat dit hetgeen is die je nodig hebt. Dan doe je gewoon G, G, I en dan stop hem er gewoon even in. Dan is dat klaar. Dan, wat doe je nou voor de naalden? En dan ga je even. Dan ga je even een vooraan zicht. En dan zoom je eens even in dat dit even in het midden staat. van de zij-aanzicht, doe je hem ook in het midden zetten. En als het goed is, ja, nu is, kan ik hem precies pakken. Wat, wat je wil doen is gewoon zo dat de naalden in een leeg veldje staan. Wat je dan doet, ga je in edit mode even op A. Dan doe je gewoon je muis bij zo'n naaldje, druk je op L. En dan ga je gewoon spammen. En dan doe je uh, X en dan delete vertices. En zo kun je gewoon dingen verwijderen. Maar dat is een beetje onzinnig om al die naalden alle kanten op te wijzen. En soms zit die zo ver in het midden dat je hem gewoon niet aan de kant kan, kan doen. Uh, want hij blijft erheen uh, wijzen. Dus dan moet je ze gewoon verwijderen. Goed, deze is klaar, dat is klaar. We hebben alles nu gedaan. Dus we kunnen nu gaan concentreren op een stuk tekst. Maar omdat het stuk textiel best wel gaat zinken in de achtergrond, de achtergrond is best wel licht, willen we de achtergrond wat donkerder maken. Nou zou je kunnen zeggen van, laten we deze donker maken, maar ja dat wordt alles donker. dat is niet zo handig. Ja wat is dan wel handig, we gaan gewoon een, op een simpele manier het oplossen, we doen een plane inspannen. Voor een zij zetten we dit eerst even aan, als je het al aanstond bij jou, je gaat zo, zet je hier neer. Ga je terug naar je camera. Gewoon wat groter maken. Een beetje in het midden van de camera. Nog groter. Misschien wil je hem gewoon draaien. Of niet. mag. Draai hem. En dan doe je even een materiaaltje geven. Je maakt je helemaal zwart. En nou, in plaats van de reflectie uit te zetten. Je ziet dat het nog een beetje. Ja, niet 100% zwart is. Kan je ook. Speculair gewoon. Op nul zetten is je gewoon het zwartste wat er maar bestaat. Eh, het, observeert, nee. het observeert geen licht en het weerkaast ook geen licht. Ik geloof dat ze pas uh, hebben uitgevonden hoe ze dit in verf kunnen maken. Dat het echt 0 honderdste van een procent aan licht nog maar of ofzo. Eh, in ieder geval, uh, het is een beetje te donker. We zien onze achtergrond niet meer. Dan dus zetten we hem even op random modus. En dan als je naar beneden scrolt hier dan heb je Alpa. Oftewel transparant. Als je deze omlaag doet is hij 100% transparant. Zet je hem omhoog. Maak je de achtergrond wat donkerder. Ik zelf gebruik punt 6,5. Dat vind ik donker genoeg. En uiteindelijk is dit toch een beetje. Ja hetgene waar het nou om draait met de tekst en de achtergrond is gewoon extra. Ik zet hem weer op. Modeleren. En dan gaan we nu een stuk tekst doen. En dat doen we hier. En niet in een volgende scène. We gaan het eh, kopiëren naar de volgende scène. Eh, wat we doen is we doen eh, met shift A. Eh, een stukje tekst toevoegen. Ik zal andere video's laten zien wat je nou mee kunt doen met een stuk tekst. Zet dat voor nu even hier neer. En dan heb je een nieuw tapje A. Maar we moeten eerst een stuk tekst hebben. Ehm, eh, Kerst, feest, drink genoeg, maar niet te veel. Nou, hebben we dit. Uh, je ziet wel, het is niet lekker in het midden. Uh, dus wat we hier kunnen doen, en ik doe even alles dicht, zodat je, het overzichtelijk is. We gaan naar Paragraph. Uh, als je die opent, dan staat er hier Alignment. En die staat nu op left. Wat dat betekent, is dat het puntje aan de linkerkant van onze tekst staat. En we willen het puntje in het midden hebben. Want doen we deze van left naar center. Dan zie je nu dat uh, het stuk tekst, de onderste tekst, eigenlijk netjes eronder zet. In plaats van dat alles tegen de zijkant aan staat. Nou, dat is ding 1. Uh, ding 2 is als we hier naar font gaan. Een font is eigenlijk het jasje, oftewel het stijl van de stuk tekst. Die kunnen we ook veranderen, want Windows, als je dus deze mapje opent. Windows zelf heeft ook een mapje met fonts. En die staat helemaal volgesteld met verschillende fontjes. Voor ieder wat wilt. In mijn geval ga ik deze gebruiken, gewoon. Want ja, het zijn wat C-letters, het is kerst. Ook al is het al afgelopen op dit moment. Uh, het past erbij. Nou, we gaan die dicht doen. Nu gaan we naar geometry. En met geometry kun je allerlei dingen doen. Ik waarschuw wel, offset is iets wat niet bij elke tekst werkt. Uh, ik zal je andere keer laten zien hoe je ermee kan spelen. Uh, en dan heb je extrude. En extrude doet uh, de dikte van uh, de diepte dikker maken. Dan heb je hier nog depth. En depth zorgt er eigenlijk voor dat die scherpe randen. Een tikje minder scherp worden. Nou, je kan zelf bepalen wat je wil. Ik laat hem lekker op 1. De resolutie is natuurlijk ja, hoe mooi rond moet het zijn. Hoger dan 4 doet niet veel veranderen. Lager dan 4 verandert wel wat. En dan kun je ook op een gegeven moment een hele strakke hoek hebben. Nogmaals, ik laat deze lekker op 4 en dat is eigenlijk de, 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 de basis van de tekst. Ja, nu moeten we de tekst nog voor de camera krijgen. Hoe doen we dat? Nou, er is eigenlijk maar één manier, zover ik weet, uh, hoe we dat kunnen doen. Ik doe even uh, empty in de boom slepen. Icosphere in de boom slepen. De plane in de boom. Eigenlijk wil ik alleen de tekst in de camera hebben. Want. Als ik op N druk, dan krijg je hier een minuutje en dan moeten we er boven stappen. Als ik nu hier uh, gewoon hier doe op camera, zie je de locatie van de camera en hier de rotatie van de camera. Als ik mijn muis er gewoon op laat zweven en ik druk op Ctrl C, heb ik gekopieerd. Doe ik hem hier plakken, kopiëren, plakken, kopiëren, plakken, kopiëren enzovoorts. Wel een beetje een herhaling, en dan is hij nu, uh, ja, net zoals de camera, dezelfde kant op, dezelfde locatie. Nou, het puntje van de camera zit altijd achter de camera, dus die zit hier. Eens wat we te doen, gewoon handmatig even lekker grof weg hier zetten, kleine schalen, en dan kunnen we nu bepalen waar we onze tekst willen hebben. Je zou nog meer tekst kunnen toevoegen, veranderen, kopiëren, shift D. Maar nou, ik vind dit wel prima. Gewoon lekker in beeld. Je kunt die ook even uitzetten. Dat is voor de tekst. Hoe doen we het nou met de volgende scène? Nou, een nieuwe scène toevoegen doe je hier op het, door op het uh, dubbel op papiertje te drukken. Heb je nieuw? Nieuw betekent gewoon standaard Blender. Uh, dus je hebt helemaal niks. Copy settings. Dan kopieert hij uh, alleen de settings die je hier hebt ingevoerd voor de sampling. pads, mapje. Uh, je hebt hem op cycles gezet, dat soort dingen. Uh, linked copy en full copy is eigenlijk net zoals het kopiëren. Dat laat ik even snel zien. Doe even snel dit. En dit werkt voor de scènes ook. Dus als ik een tweede scène maak en ik doe uh, een linked copy. Dat betekent eigenlijk dat je kopieert met alt D. Want doe ik in de ene scène iets veranderen. Dan verandert het in de andere scène ook. Wat betekent een volle copy. Als ik vol copy doe dan is het gewoon shift D. Wat betekent dat als ik in de andere scène wat verandert, Verandert er niks in. De eerste scène. Heel simpel. Uh, ik noem deze ook even scène 1. En dan... Voordat ik uh, verder ga. Druk ik tekst aan. En de camera. Lukt het nou niet zoals wat er hier nou gebeurt? Ik ga het ook hier doen. Shift. tekst. Dan doe ik Copy Settings. Want ik wil alles kopiëren, behalve alle objecten en mappen en dat soort dingen. Copy settings. Heb je nu een nieuwe scène. Ik wil deze even op 1 zetten. Of op 2 bedoel ik. Dus dan heb je 1 en 2. Dan, simpel, ctrl-p. Ik zou toch zweren dat ik, nou ja goed, scène 1, heel akkoord. Ik zou toch zweren dat ik dit heb gedaan en dan ctrl-c. Ja. Ctrl-p. Oké, okay, nou doet hij het wel. Ik zou wel wat fouten hebben gedaan en gewoon niet in de gaten hebben gehad. En nu hebben we alleen in deze scène de tekst en camera, wat dus betekent het heb ook geen world settings. Dus dan doe je gewoon, ja, dat ja dat kun je doen dan is het ook wat grijziger wanneer je licht toevoegt in plaats van pikken donker dan moeten we de tekst nog even een kleurtje geven en zometeen moet ik ook nog even wat anders laten zien want dat wil je ook niet vergeten we geven de tekst een kleurtje in dit geval lijkt me voor een beetje een goudachtig iets dan tel ik lekker omhoog ja laat ik deze wel even gaan staan voor nu en we moeten ook nog licht hebben dus we gaan even een Zonlampje inspannen met Shift A en die zonlampen zij aan het zicht roteer ik gewoon zoiets. Gewoon hoe ongeveer de camera staat, het hoeft niet helemaal precies, gewoon grof, lekker op het oog. Ik heb mezelf ook erg moeten aanleren om niet altijd precies precies te willen werken, want uiteindelijk ziet het er toch allemaal uit. Ik bedoel, als ik nu dit doe, dan Oh, wat mooi. En ja, wat is er nou fout? We hebben dezelfde camera settings gekopieerd. Dus we moeten alleen depth of field of uitzetten. En dan zie je hebben we onze gouden tekst. Dan gaan we naar het tv'tje, want we willen de achtergrond niet renderen. Dus dan doen we film openen. Dat oh, is transparant. Oh, dit is eigenlijk perfect. Ik had het eerder uh, uh, gerenderd of geprobeerd te doen. Het zag er echt niet uit, joh. Soms heb je muzzle, soms niet. Goed, er is nog één ding wat we moeten doen bij scène 1. En dat is een stuk tekst die hier in scène 1 staat. Dat willen we even verwijderen. Ik zet hem altijd even van de rendermodus af. Dus deze keer veilig verwijderen. Dan controleren we één keer nog even. Is alles goed? Zet ik dit even uit. Ja, we hebben de focus. We hebben dingen geblurred. We hebben de slinger goed gezet. De achtergrond zit goed. Helemaal prima. Dan gaan we naar scène 2. Ja, op rendermodus. Niet vergeten. Ja, de tekst is de juiste kleur, het juiste groot, het staat goed, de kamer staat goed, uh, alles is gekopieerd, ja, ja, ja. En wat we nu moeten doen is, we gaan op scène 1. Wil je beginnen met renderen. Nog één ding, scène 2. Ik zet toch de samples van deze stuk tekst even wat lager, want dat is gewoon vers te veel. Volgens mij had ik... 64 geprobeerd, maar ik vond nog iets te veel kleine puntjes niet helemaal goed waren. Ik zet deze op 128 en deze laat ik lekker op 512 staan. En dan gaan we dit boel nu renderen. Ja, en dan is het eerste is klaar. En dan zou je denken: van wat gebeurt er hier? Nou, ik zal het je even laten zien. Ik doe deze weer even omlaag. Dan gaan we even naar compositing. Het punt is, is dat uh, hij op de tweede, de tekst heeft hij niet gerenderd omdat we alleen hebben gezegd van hij moet eerst doen. Oftewel in andere woorden, shift D. Die erboven zetten en de tekst die gaat echt maar een paar seconden duren. Dan moet je deze even op scène 2 zetten. Zoals ik zei een paar seconden. Dus wat we hier gaan doen is we gaan hem op scène 2 zetten. En dan doe je gewoon even f12. En dan is hij nu vrijwel... Klaar. Oké, okay, dat is alles. Nou, dan gaan we weer terug naar scène 1, want daar hebben we de compositing. En dan zie je nu dat we het al gedaan hebben. Dus wat je eigenlijk altijd wil doen, is zorgen dat je in scène 1, de compositing, dat je al de, de scènes al hebt neergezet. Zodat Blender weet dat die automatisch ook deze scène moet doen. Hoe doen we dit nou samenvoegen? Nou, ten eerste willen we preview modus hebben. Zoals eerder. Oh, kijk, mooi. En dan, we, willen, ja, we moeten iets hebben met twee ingangen en één uitgang. Dus dan doen we shift A. En in dit geval doen we een alpha over. Eh, alpha hier, al, dat is net met die zwarte achtergrond, betekent ja, doorzichtigheid. We willen de ene doorzichtigheid, die alpha is, over de render layer zetten. Nou, nu is hij wit, omdat deze wit is. Dus doen we deze hierin. En. Voila! Oh, wat prachtig. Oké, okay, dus nu hebben we dit. En dit betekent dat we controle kunnen hebben over onze tekst. Uh, ja, Door daar effecten toe te voegen. Ik zet hem wel af hier. Nee, want je gaat uiteindelijk wel zien ja, wat ermee gebeurt. Wat we eerst gaan doen. Is weer een En Die gelaar zetten we dit keer op de tekst. En we veranderen medium naar high. En ik verander striks naar fog glow. Oké, okay, er gebeurt niet echt iets. Maar normaal gesproken als zou er al wat moeten gebeuren. Maar in dit geval als ik deze even op 0 zet. Kijk, dan gebeurt er wat. Dat heeft te maken met bepaalde belichting of bepaalde kleuren. Dat die niet meteen heel krachtig is. Ja, als we de size omhoog zetten. Dan moet je soms even breken. Die kan niet hoger dan 9, maar doe je die nog een keer pakken en dan kun je hem er niet opzetten. Dan zou die nog krachtiger moeten Kijk, nu, nu blinkt die uit. Dus stel dat het, het effect te zwak is, dan moet je hem gewoon even uh, ja, dubbel kopiëren. Dan heb je nu een wat sterker effect. Uh, stel maar dat je hem toch te sterk vindt, dan kun je hem ook halveren. Dan moet je. Uh, nee, dan moeten we de mix hebben. We een mix min. 0,5, dan pak ik de helft van dit effect erbij in plaats van helemaal. En dan shift, klein tikje minder. Dan vind je de tekst nog niet helemaal uh, ja, de juiste kleur. Uh, ik geloof, oké, okay, ik geloof. Dat je dan uh, shift A en dan bij color. dan moet je RGB-cursus. Nee, 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 niet deze. Ja, dan pak je color balance. En dan zou je de kleuren hier. Dan moet je weer even laden. Dat is het enige nadeel. Kijk, dan kan hier de kleuren doen. Ik zou zelf heel eerlijk gezegd gewoon opnieuw naar uh, scene 2 gaan. En dan layout. En dan zet ik hem hier op renderen. Dan zou ik zelf heel eerlijk gezegd liever 2 seconden renderen dan dat ik 10 seconden moet wachten uh, voordat hij het effect toevoegt. Misschien dat we de zon op 2.5 kunnen zetten. Nou, ik vind dat niet helemaal. Zet hem dan toch de tekst. Ik wil wel iets meer. Ik vind dat dit wel mooi is. Dan doe ik even F12. Render, render, render. En klaar. Nou, huppakee. Dan gaan we weer terug naar scène 1. Terug naar de compositing. Dan moet je even, ja, dan moet je even wakker worden. Ja, ik vind het wat mooier. Hij is iets meer geliger dan, dan wittig. Dat vind ik mooier. En zo is het veel sneller dan die kleurenbalans uh, proberen te zoeken. Dat duurt veel te lang. Nou, nu kun je ook nog effecten aan die andere toevoegen. Dus zou je kunnen zeggen: dan doen we nog een glaertje eraan. En er zijn nog veel meer effecten. Uh, ik zal wel dieper gaan uh, graven in uh, de compositing. Zodat ik wat meer uit kan vogelen voor jullie. Er zijn ook andere effecten die je kunt toevoegen. Nou, nu hebben we. Ik wil een simpel ster hebben trouwens. Ja, dus is even wat, uh, wat gekalmeerder. Deze weer even omlaag. Aha, dan wordt het even wat minder. En ik wil even overzij, want ik wil ook wat meer zien. Kijk, hier heb je mooie kleine sterkjes, dat vind ik prachtig. RMX, de uh, mix, Ja, moah. Misschien even iets minder. Aha, aha, aha. threshold. Volgens mij wel snel uit. Ik weet het niet zeker. Nee, dat is helemaal niet uit. Dat betekent dat ik hem op 2 moet zetten in plaats van 1. Uh, het is echt rond hiermee af en toe. Ja, oké. Okay. Ik, ik laat deze zo. Ik vind het prima. Dan uh, doe ik weer shift T en dan doe ik deze hierop zetten. En dan zet ik de rotatie uit. Ik vind het ik weet niet, ik vind het een of andere manier mooi als het echt sterachtig is. Dat het wat meer blinkt. Ja, dan vind ik dat mooi. En zo zie je dat we dat hier niet hebben aangepast. Uh, dat zou je wel kunnen doen. Maar, ik vind eigenlijk ook dat het effect. Ik vind het iets te. Ja, hoe noem je dat? Ik vind het net iets te veel. Wat ik nou bedoel, ik ga even. Dit is gewoon probeersel. Ik heb dit allemaal niet geoefend. Ik ga deze nog een keer doen. En dan doe ik gewoon opnieuw. Erin zetten. Kijken die. Ja, wa. Wow. Wow, ja, ik wil inzoomen, maar dat werkt niet zo. Wow. Kijk, heb ik hem goed geplakt. Ja, 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 ja. Dit is hem ongeveer al een tikje. Want als ik deze uh, terugdoe, dan kun je meteen het verschil zien. Nee, je zit allemaal geen verschil. Het <laughs> ligt blijkbaar aan mijn ogen of zo. Ik draai hem toch om. Ja, ik vind dit, dit toch wat meer hebben. Stel nou nu, als je de tekst wel een beetje te donker vindt. Want ik vind als ik dit niet doe, dan vind ik dat de tekst te veel samensmelt in het, uh, in het effect. Dan zou je uh, wel een, um, een filtertje of nee, een kleurbalans uh, kunnen doen. Zo. En dan zou je hem iets lichter kunnen maken, denk ik. Ja, 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 dit is. Ja, 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 ja. ja. Nu is hij wat scherper, wat minder samengesmolten. En dan zal ik je zo even, even 100% het effect laten zien. Wat er nou veranderd is. Het is wat, ja, inderdaad, scherper. Dus dan doe ik deze even hierin stoppen. Dit doe ik even allemaal gewoon uit mijn neus. Want, ja. Kijk, zie je, nu is het wat, ja, wat meer gesmolten in het effect van, uh, ja, van dat ding. Eh. Uh... Kan ik dit heel snel doen? Nee. Nou, je kan het wel zo zien, inderdaad. Dat als ik dit effect hierin stop. Wat er dan verandert. Zie je dat, dat? Ja. Wat, wat ik dan met bedoel. Nou, goed. Nou, ik vind hem zo prima. Je mag zelf mee rondspelen. Je kan trouwens ook wat ik net deed. Je kan oh, gek kleuren veranderen. Zoals dat. En dan is het echt geel? Je kan het groen maken. Je kan, je kan voor alles doen. En. En dan had je ook nog de denk net verkeerd uh, de dat ik die rgb curve laat ik het je wel even zien als je dit toevoegt dan kun je gewoon dit doen ja even wat het geeft even een extra blinger aan doe hem helemaal naar beneden dan ja dan is dat niet goed is dus je een beetje geglitst wil ik zeggen wordt die wit is iets te veel misschien hier ik heb ja, dan, dan, dan gaat het echt heel gek worden. Maar goed, je kan het op uh, kleine porties. Dus Keer dingen veranderen. Het is altijd als je veel te veel doet. Dan, dan gaan dingen gewoon helemaal gek worden. Uh, in dit geval ja, gebruik ik deze maar even niet. Dat is gewoon om te laten zien ja, dat je hier ook dingen mee kunt doen. Uh, ik heb veel te veel lol, merk ik nu. Ik uh, wil andere video's gaan pixelen. Waarbij ik uh, ja, allerlei dingen al uitgevonden heb. Wat het nou kan doen. Wat het betekent. We moeten het alleen nog even gaan renderen. Alleen als ik deze hierin stop. Uh, want we willen het totaalplaatje hebben. Als ik die hierin stop. Het is namelijk zo: ik heb scène 2 heb ik net opnieuw moeten renderen. Om die kleur even wat anders te krijgen. En stop ik hem nou terug, dan krijg ik niet het uh, totaalresultaat. Dus ja, in dit geval laat ik hem even op scène 1. Ga ik gewoon lekker naar layout toe. Doe ik hem ook hier even. En als het goed is, weet niet zeker. Als ik nu op F12 druk. Ja, dan doet hij gewoon even alles opnieuw renderen. Eh, wat kost het? 3 minuutjes, 4 minuutjes aan tijd. Dat is niet zo heel veel. Nou, wanneer hij klaar is, pakt die scène nummer 2. Die is echt binnen een paar seconden gelijk klaar. En dan plakt hij alles op elkaar en geeft hij het en. Uh, ja, die effecten weer. En dan, omdat we het opnieuw gerenderd hebben, als je even 12 hebt gedrukt, dan moet je wel even. Uh, uh, image doen in een save As. Heb je nou op render animatie gedrukt, dan hoeft dat niet. Want F12 is zeg maar een, een preview, dus hij laat zien wat je hebt, alleen hij slaat niet het plaatje automatisch op. Omdat je soms bij een blender niet alles wil opslaan, als je alleen even wil kijken hoe het eruit ziet. Heb je nou ook iets moois gemaakt en wil je het mij nou komen laten zien? Kom dan naar mijn Discord. De link staat niet alleen in de beschrijving, maar als dat ook aan de volgende op mijn kanaal rechtsbovenin bij mijn banner. En dan wens ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar als het niet al een nieuwjaar is. Heb je nou vragen, verzoeken of wil je gewoon jouw kunstwerk laten zien? Kom dan naar mijn Discord. Je kan een link vinden in de beschrijving van deze video. Heeft deze video jou geholpen? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken.